Vanuit scholengemeenschap Weren die hier in Valkenswaard kijkt u naar een gloednieuwe aflevering van de talkshow van Valkenswaard, Aperitivos. Ja, hartelijk welkom allemaal. Normaal gesproken natuurlijk staan we altijd in de Hofnar, in de bovenfoyer. Maar we hebben onze spullen gepakt en we zijn te gast vandaag bij scholengemeenschap Weredi. Er gebeurt hier ongelooflijk veel goeds, dus we hadden zoiets met de redactie. We gaan een thema-uitzending maken over Weredi. Dat gaan we dus doen. We hebben ook muziek van de schoolband. We hebben leerlingen aan tafel, leerlingen in het publiek. We hebben ook een filmpje over Weredi, dus deze hele uitzending staat in het teken daarvan. Ik heb deze keer ook een co-presentator, dat heb ik elke keer en ook deze keer. En daarvoor is vandaag aan tafel geschoven wethouder Marcel Baks. Hoi Marcel. Goedemiddag. Ja. Leuk dat jij naar onze speciale opnamelocatie bent gekomen. Nou, ik vind dat zelf inderdaad ook heel erg leuk. En zeker de locatie, want ik ken deze school die een aantal jaar geleden opnieuw gebouwd is. En ja. Het is een schitterende school, denk ik, voor Valkenswaard. Daar mogen we ook trots op zijn. Maar waar we ook trots op mogen zijn is op jullie programma. Ik kijk dat met alle plezier en ik vind het een schitterend programma voor de Valkenswaardse bevolking om bij te blijven. Het zijn politieke onderwerpen, dit soort onderwerpen. Schitterend vind ik het gewoon. Nou, hartelijk dank. Ja. We doen dat met heel veel plezier. Marcel, wethouder. We hebben afgesproken dat ik elkaar gewoon bij de voornaam noem en je en jij, zeg maar. Allereerst, wat is nou eigenlijk de functie van een wethouder? Kijk, dat is een simpele vraag. Nou, dat is wat kun je het simpel uitleggen? Wat moeilijker uit te leggen, denk ik. Als ik de bestuurlijke taal een beetje opzij leg en ik probeer uit te leggen wat wij ons dagelijks werk is, is dat wij in ieder geval in een team samenwerken en dat heet BMW. En daar zitten op dit moment 3 wethouders in. Dat zijn 2 collega's van mij. De burgemeester en dat noemen ze BMW. Dat is het dagelijkse bestuur van de gemeente Valkenswaard. Daarbij hebben wij een hele ambtenarenapparaat tot onze beschikking die feitelijk het werk uitvoert. Dan wil je zeggen van god, ja, doen jullie dan niks? Nou ja, toch wel wat. Wij hebben zo een portefeuilleverdeling, zo noemen ze dat. Dus eigenlijk taakvelden die wij bestuurlijk voor verantwoordelijk zijn. En dat is in mijn geval is dat financiën en het beheer van openbare ruimte, monumentenzorg, dierenwelzijn, personeel en organisatie. Alle eigendommen van de gemeente beheer ik. Ik doe de sportafdeling, zeg maar. En daarin bestuur ik dagelijks, die afdelingen. Daarbij moeten wij als wethouders en als college onze verantwoordelijkheid afleggen bij 23 raadsleden die ons nauwlettend in de gaten houden. Die daar instrumenten voor hebben ook om ons nauwlettend in de gaten te houden. En wij krijgen zo 1 keer, 2 keer in de maand, eerst in de commissievergadering en dan in de raadsvergadering. Ja. Krijgen wij kritische blik en kritische vragen over hetgeen wat wij doen. Dus zij controleren ons als bestuurders van de gemeente Valkenswaard. Ja, je zegt inderdaad, sport is ook iets wat onder jouw verantwoordelijkheid valt. Ja. Nou, er gebeurt hier op het Weredi ook heel veel mee. Daar gaan we het straks over hebben. Je weet hoe het werkt. Je hebt het programma al heel vaak gezien. Dus je bent mijn medepresentator. Dus breek in waar je wil in gesprekken. Nou, daar zal ik dankbaar gebruik van maken. Oké, gaan we doen. Ja. En dan gaan we meteen beginnen met ons eerste onderwerp hier aan tafel. Want scholengemeenschap Weren die bestaat al een hele tijd. Maar ja, een scholengemeenschap is natuurlijk niks zonder nieuwe leerlingen. En dus zijn er elk jaar weer vele brugklassers die hier hun schoolcarrière gaan starten. En daar gaan we over praten. En daarvoor aan tafel zijn Lonneke en Maaike. Leuk dat jullie hier aan tafel zijn geschoven. En jullie zijn brugklassers. Ja, klopt. En Lonneke, vertel eens. Je hebt hier in Valkenswaard ook op een basisschool gezeten? Ja, in Dommelen op de Schiphol High School. Ja, en toen op een gegeven moment zat je in groep 8. En dan moet je een keuze gaan maken waar je natuurlijk graag naartoe wilt. Ja. En waar heb je toen aan gedacht? Ik heb gedacht aan... Ja, eigenlijk, ik wilde niet per se iets met toneel doen of zo. Want sommige kinderen die gingen wilden ook naar het Jaws omdat ze iets met toneel wilden doen of zo. Ja, maar, is het in Eindhoven? Ja. Ik heb gedacht meer aan het kortere fietsen en meer met de sneeuw en in de regen en zo. Ja. En ook waar gewoon mijn vriendinnen heen gingen. Ja, dus het was ook wel een beetje praktisch. Zo van, nou, dat is lekker dichtbij. Ja. Had je veel keuzes om vanuit de basisschool een andere school te kiezen? Ja, je kon naar Weredi, Ritovius, Joris. Ja, je had best wel keuzes. Alleen het
dichtst erbij en de praktischste was Verity. En omdat hij ook al een paar keer uitgeroepen was tot beste school van Nederland of zoiets. Nou ja, dan is het... Ja. Maaike, jij bent je zus gevolgd of heb je zelf die keuze gemaakt om hier naartoe te gaan? Ja, voor mij geldt ook hetzelfde. Het was praktisch. Praktisch. Ja. En er waren ook heel veel meiden uit mijn klas die gingen. Dus toen ging ik ook. Ja. Wat, je zit hier nu sinds dan september, denk ik. Hoe is die overgang geweest van basisschool naar het voortgezet onderwijs? Ja, iedereen doet er altijd zo moeilijk over. Die vindt het altijd zo zwaar, maar ik vind er helemaal niet zoveel aan. Dus, oké. Okay. Ja. Maar zwaar in het opzicht van meer lessen, dat je huiswerk moet maken, dat of zo? Of, ja, maar dat valt wel mee, want normaal moest ik ook 8:30 beginnen. En dan nou 5 minuten eerder. En ik ben 10 minuten eerder uit. Dus. Ja. En is de omgeving hier anders als op de basisschool? Merk je daar veel verschillen in? Je hebt hier wel veel meer kinderen en het is hier veel drukker en zo. Ja. En daar was gewoon rustiger. Ja, en je zat daar natuurlijk ook heel de dag in hetzelfde lokaal. Ja. En nu moet je van lokaal naar lokaal lopen elke keer. Ja, maar dat is keer. Ook niet zo heel moeilijk of zo. Nee. Ondervind je de vrijheid die je hier hebt, zeg maar, in lesgeven als prettig? In plaats van, zeg maar, in één lokaal de hele dag? Dus de schoolomgeving zelf, in het voorgesprek hebben we het er zo over gehad, even aangetipt van, god, dit vind ik wel prettig op deze manier les te krijgen, omdat je dan meer je eigen tempo kunt bepalen. Ja, nou, het is wel fijn dat je niet de hele tijd in één lokaal zit, ja, opgesloten, zeg maar. Want je hebt nou ook iets vrijer. Dus, ja, je hebt ook, ja, je bent vrijer, voor mijn gevoel, dan... Op de basisschool, zeg maar. Ja, we hebben ook nog meer brugklassers hier vandaag aanwezig. Die zitten daar op de trap en dan beginnen we met Sanne. Sanne, welke opleiding doe jij nu hier op school? Ik zit op VWO en dan zit ik op GT HAVO. Oké, en dan moet je dadelijk een keuze gaan maken waar je naartoe wilt na dit jaar? Ja. En hoe vind jij het tot nu toe? Oh, wel leuk. Eigenlijk wel heel anders dan de basisschool, maar ja, gaat gewoon wel. En heb je ook veel vriendinnen hier? Ja. Allemaal van de basisschool of heb je ook heel veel nieuwe al gemaakt? Ja, veel van de basisschool, maar ook nieuwe. Oké. En daarnaast zit Noor. Noor, welke opleiding doe jij precies? VMBO HAVO. En je woont in Valkenswaard? Nee, in Waalre. Dus jij moet elke dag wel een stukje fietsen dus? Nee, een vriendinnetje van mij, die zit in een rolstoel, dus ik mag meerijden. Ah, oké. Dat is heel makkelijk, hè? Ja. Zeker met dit weer. En hoe vind jij het om op deze school te zitten? Ja, het is wel weer heel anders dan de basisschool. Maar ik vind het wel leuk, want je zit in verschillende lokalen, je hebt andere leraren en docenten. Dus Nou, daarnaast hebben we nog een dame zitten, dat is Nathalie. Ja. En welke opleiding doe jij precies? Ook VMBO-HAVO. Oké, dus jij bent ook nog even zoekende welke richting je op wil gaan. Ja. En je hebt hier natuurlijk op de terrein heel veel gebouwen waar al die verschillende opleidingen in zitten. Zit je nou heel de dag in hetzelfde gebouw of ga je ook nog naar andere gebouwen toe? Ik blijf in hetzelfde gebouw, maar als je op haven zit ga je ook naar een ander gebouw en kom je ook hier. Dus je loopt wel lekker een beetje rond zo overdag? Ja. Vind je dat fijn? Ook wel om even niet met school bezig te zijn en gewoon even te kletsen met je vriendinnen. Ja. En niet met precies dat vak bezig te zijn. En zijn er ook nog naschoolse activiteiten hier die je nog kan doen? Sport- en cultuurklassen en ook gewoon met vriendinnen. Ja, nou, de sport en cultuur gaan we het zo nog over hebben. En daarnaast jou zit Nick, dat is de man in het gezelschap. Ja. En Nick, welke opleiding doe jij precies? Ja, ik zit op Verity 3. Ja. Wat is Verity 3? Ja, dan mag je, nou ja, dan zit je eigenlijk in een gebouw. Ja. En dan moet je in groepjes van 3. Moet je bijvoorbeeld als je iets wilt doen, dan mag je meteen iets maken. Dan mag je bijvoorbeeld, al moet je rekenen of zo. Dan mag je iets wat over rekenen gaat, mag je dan maken. Een opdracht of een project bijvoorbeeld, hoe ziet dat eruit? Ja. En dan mag je daar met z'n 3 aan werken? Ja. En is dat dan 1 jaar dat weer, die 3, of duurt dat langer? Nee, dat is 4 jaar. Ja? Ja, en dan moet je... iets anders. Oké, dus dat is echt je hele schoolperiode dat je hier bent, zit je op Verity 3 dus. Ja. Ik ben zeer benieuwd, zeg maar, welke rol jullie ouders gespeeld hebben in de keuze van deze school. En aan wie wil je die vraag stellen, Marcel? Aan een van die jonge lui die daar op de trap zit. Nou, Nathalie die beantwoord die vraag is. Wat mijn ouders goed vonden, wat ik goed leuk vond, vonden mijn ouders ook goed.
Dus, oké, okay, dus ja. Ze hebben de keuze helemaal aan jou gelaten. Ja. Wat betreft. Voor de andere drie was dat ook zo het geval? Bij jou bijvoorbeeld? Ja, mijn ouders hebben me natuurlijk wel een beetje geholpen met waar ik echt precies heen wou gaan. Maar ik was eigenlijk wel een beetje al vast dat ik naar GT wou gaan. Ja, je hebt ze wel een beetje die richting geduwd van nou, ja. Ik wil eigenlijk wel dat doen. Ja. Ja, nou hartstikke leuk. Dus ja, toch wel, dat ze toch wel heel erg zelf die keuze kunnen maken. Ja, dus maar het is wel opvallend dat de jeugd tegenwoordig natuurlijk wel heel sterk zijn eigen keuzes maakt. En dat vind ik toch wel, op zich is dat natuurlijk niks mis mee. Alleen de betrokkenheid van de ouders is dan wat minder natuurlijk. Maar ja. het is iets van maar deze tijd, denk ik. Maar ze worden heel goed voorgelicht. Ja, ze worden goed voorgelicht, ja. Begrijp ik. En dames, Lonneke, weet je eigenlijk al wat je later wil gaan worden of niet, om eens zo'n vraag te stellen? Ben je daar totaal nog niet mee bezig? Nou, ik heb er wel over nagedacht en zo. En ik wil sowieso iets met kinderen gaan doen. Ja. En dan misschien juffrouw of zo, maar okay. Ja. En jij? Ik weet het niet. Ik denk dat ik misschien dokter wil worden of zo. Oké, nou dat is een mooi toekomstperspectief, hè? Ja. Nou, dan wens ik jullie de komende 4 jaar heel veel succes hier op school. En dat gaat vast allemaal goed komen. En ik wens jullie ook heel veel succes in de keuze die jullie, die moeilijke keuze die jullie nog moeten maken voor de toekomst. Om jullie verdere leven invulling te geven. In ieder geval beroepsmatig en hobbymatig. Dus ik hoop heel veel succes daarmee. Het zijn ambitieuze meiden, dus het komt helemaal goed volgens mij. Ik denk dat dat wel goed komt. Ja, daar ben ik van overtuigd. Hartelijk dank. En jullie ook. Ja, en... Er gebeuren ongelooflijk veel projecten hier op school. En een project waar het Weren die ook aan mee heeft geholpen, leerlingen daarvan, was het Beleef het Gedichtproject, waarin gedichten van Frans Hoppenbrouwers tot leven werden gebracht met kunstwerkjes die in heel het dorp te vinden zijn. Dat werd onlangs gepresenteerd in de Hofnar op het podium en Hanneke ging daar een kijkje nemen. Vandaag vindt in de Hofnar het hoogtepunt plaats van het project Beleef het Gedicht. Beleefd Gedicht is een project waarin eigenlijk de gedichten van onze Frans Hoppenbrouwers, onze dorpsdichter, tot leven worden gebracht. Theo, jij bent de initiatiefnemer. Wanneer ben je op dat idee gekomen? Ja, het gebeurde eigenlijk heel spontaan. Ik heb met de verkiezingen in 2010 heb ik weer mijn fietsen gebruikt. En ik moest daar iets opzetten en ik heb toen de Valkswaardse gedichten gebruikt. En in het contact dat ik had met Frans telefonisch, want ik kende Frans verder niet, heb ik een keer tegen Frans gezegd, God, wel leuk dat die gedichten nu onder de aandacht van de mensen komen. Frans zei toen, ze komen ook in een boekje binnenkort. Dat was ergens in mei, dacht hij, dat hij gepubliceerd zou worden. En toen zei ik, ja maar Frans, jouw gedichten die horen eigenlijk thuis op de plek waar ze over gaan en niet in een boekje. En toen zei Frans, nou Theo, dan hoop ik dat er ooit nog zou gebeuren. Hodebreuk, ontzettend mooie plek. De blaadjes vallen van de bomen en de mensen staren ernaar. Bomen staan er genoeg. Er staan ook bloemen. Uit het gras komen bloemen. Kruipend groeit het gras. Vandaag sluit je het af. Hoeveel tafeltjes gaan er verschijnen in het Valkenswaardse? Wij zullen in de komende weken, en dat ga ik zelf doen samen met de werkgroep, zullen wij nog een 25 tafeltjes plaatsen. 25 in Valkenswaardse. Eentje is er vandaag al geplaatst aan de Sint-Niklaaskerk. Dat is het startpunt van zowel de fietsroute als de wandelroute. En natuurlijk de ene hele bijzondere tafeltje wat in handel staat. Dat is het enige tafeltje wat niet in Valkenswaard is. Maar wel de verbondenheid symboliseert met Valkenswaard. En het staat in handel waar ook de scholengemeenschap in handel aan heeft deelgenomen. De molen emergeert niet weg tot kolen. Hij werkt op de wind, dat weet ieder kind. Grote steden malen graan tot korrelen naar de bakker gaan. Hij bakt het brood van verkoopt dit dan? Is dat een goed idee? Kom naar Borkel, proef ons brood. Het is niet duur, je staat niet rood. Stijn, hoe heb je het gevonden? Het is schitterend. Het is ontroerend. Ook grappig trouwens. Een aantal van die gedichten van de jeugd. Ja, het is gewoon schitterend om dit te zien. En het is zoveel meer dan alleen iets wat om mijn vader zou draaien. Het is gewoon... Ja, heel Valkenswaards en ik vind het prachtig. Ja. En mijn vader vindt het prachtig, mijn moeder, mijn broer. Wanneer denk je dat we kunnen gaan wandelen en fietsen en ze allemaal aanschouwen en de gedichten vooral lezen? Vanaf 1-1-2014 is de route helemaal open, zowel de fietsroute als de wandelroute. Wij kunnen je wel verwachten van de zomer, denk ik, op de fiets, hè? Absoluut. Ik heb vanmorgen nog tegen mijn drie kindjes gezegd... een van de dingen die wij deze zomervakantie gaan doen, is die hele route doen. Opa's route. Ja, zeker opa's route met oma erbij.
En dat zal niet de laatste keer zijn, denk ik. Nee, het is een goed vooruitzicht. Hartstikke mooi. Ja, prachtig. We hebben het er net al even over gehad. De Academie voor Sport en Cultuur, dat is iets wat Werdy echt onderscheidt. En daar worden extra lessen gegeven op het gebied van sport en van cultuur. En daar gaan we over praten hier aan tafel met Erwin Botteram en Malika. Jij bent een leerling hier op school. En Erwin, een docent, hè? Ja. Vertel, jij bent welk vak geef je hier bij de Academie? Ik geef de gitaarlessen op dinsdagmiddag. Oké, en kun je in een notendop uitleggen wat de Academie voor Sport en Cultuur precies doet? De Academie voor Sport en Cultuur geeft eigenlijk na school lessen aan leerlingen. Leerlingen kunnen zich daarvoor inschrijven. En dat, wat de naam al zegt, sport, je kunt ook dansen. Cultuur, piano, zang, gitaarlessen. Roemeense taal en cultuur, Japanse taal en cultuur. Ja. Het is heel divers in ieder geval. En sport hebben we ook van alles, hè? Golf en basketbal. Golf, basketbal, squashen, freerunnen. Freerunning zelf. Ontzettend veel, ja. En jij bent dus oude leerling hier van de school? Klopt. En waar studeer je nu dan? In Tilburg, aan het conservatorium. Oké. Docent muziekopleiding. Dus je vindt het wel leuk dan om hier ook dan les te geven? Ja, heel erg. Heel erg leuk. En wat voor leerlingen heb je dan in die klasse zitten? Ja, het is van 1 VMBO tot 6 VWO. Iedereen kan zich inschrijven. En Marlika, jij zit dus in zo'n klas, hè? Ja. Van de Academie Sport en Cultuur. En wat doe je precies? Ik zit in de klas van Proost Dance Factory. Ja. En ja, dan hebben we iemand van Proost Dance Factory die elke dinsdagmiddag les komt geven. Dat is dansen dus? Dans. Oké. Okay. En we hebben twee shows. Een tussenshow en een eindshow. En daar mogen wij met onze groep ook in meedoen. En dat is dus na je normale lessen die je dus hier volgt, hè? Ja. Dus dan ben je klaar. Wanneer ben je dan klaar? Met de gewone lessen, zeg maar? Om 2:55 op dinsdag. Na 2:55 zijn er geen lessen meer. En dan ga je naar deze speciale extra lessen, zeg maar. Ja. En hoe lang duurt dat dan nog? Sommige duren 1,5 uur. Die van mij die duurt 1 uurtje. Oké. Okay. Ik heb hier eens een hele mooie folder gezien waar er inderdaad allemaal in staat. Wat jullie allemaal doen voor de school. Ja. Heel breed. Cultuur, sport. Ik zie fotografie, inderdaad Japans. Dat is allemaal... Hebben jullie daar ook een soort examen in af te leggen vanuit de school? Of is het helemaal vrijwillig wat jullie doen? En kun je daar zeg maar, op al die dingen inschrijven? Is daar tijd genoeg voor dan? Er is niet echt een examen voor. Je kan je gewoon inschrijven. Je kan wel per jaar maar eentje doen. Ah, zo. En ja, dat doe je dan eigenlijk het hele jaar. En je vindt het niet jammer dat je bijvoorbeeld iets in de sport of en de cultuur zou kunnen doen? Je zou er misschien meer tijd voor willen inruimen? Of zie je van, dat lukt me niet in de drukte die ik op het normale schoolveld al heb? Ja, ik heb vooral van school heb ik ook heel veel huiswerk en zo. Mm-hmm. Dus ik vind het wel fijn dat het gewoon 1 uurtje in de week is. Want okay, ik zou er niet meer tijd voor kunnen hebben. Oké. Okay. En je hoeft het niet per se te doen, toch? Of wel dit? Het is helemaal vrijwillig dat je dit... Maar omdat je hebt nou dans, is dat ook eens omdat je dat later meer wil mee gaan doen? Ik vind het op dit moment gewoon heel leuk. En ja, om echt bij een vereniging te gaan, daar heb ik geen tijd voor. En ja, ik vind dus wel dat onze school het goed heeft gedaan om daar gewoon tijd voor in te plannen, zeg maar. Ja, en Erwin, dat zijn dus allemaal volgens mij hele gemotiveerde leerlingen die je dan in die klas hebt. Ja. Want die kiezen er wel voor om hun vrije tijd op te offeren voor een stukje, toch? Ja, zeker. Ja, ik had graag gewild dat het in mijn tijd ook was. Ja. Al moet ik zeggen, in de school bent, had je het al... Erg druk. Ja. Maar er zitten echt leerlingen die gemotiveerd zijn. Die daar gewoon, wat je niet vaak ziet op een middelbare school, die echt lessen willen komen halen. Ja, ja. Dus het is echt heel speciaal wat je hier ziet gebeuren. Ja. En zijn er nou voor de leerling ook nog kosten aan verbonden? Ja, en die zijn, dat is, even kijken... Dat staat ook allemaal trouwens in dit folder. Dus is het afhankelijk van het... Het ligt wel ongeveer allemaal rond dezelfde koers. Soms is het vanuit deze school georganiseerd, maar soms is het in samenwerking met bijvoorbeeld Montana. Met of bij de Dance Center, wat er net... Dance Factory, Dance Factory. En dat wordt dan met hun afgesproken tot een mooie prijs voor de leerling, zodat het gewoon... toegankelijk is voor die leerlingen ook. Ja, ik heb ook een heel mooi filmpje gezien waar ook dat helemaal in uitgelegd wordt.
Dus daar kunnen mensen ook natuurlijk altijd gewoon naar kijken. En ik wens jou heel veel succes met je carrière binnen deze school. En jij ook met je extra lessen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Normaal gesproken hebben we in Aperitivos natuurlijk altijd live muziek. En dat mag ook deze keer natuurlijk niet ontbreken hier bij Weerdy. We hebben bereid gevonden voor ons op te treden de Weerdy Schoolband. En dat zijn Christopher op de drums, Vince percussie, Wessel elektrisch gitaar, Teun de akoestische gitaar, Roy de basgitaar, Rosalie op de toetsen. En voor ons nu gaat zingen Daphne. En zij gaan voor ons zingen het nummer Mercy. Graag een groot applaus. Ja, zeker. Heel muzikaal. Ja.
Heel muzikaal zijn de leerlingen hier op school. Op naar ons ene laatste onderwerp in Aperitivos hier op locatie. En dat is het Roemenië-project. Elk jaar mag een selectgezelschap van leerlingen en 2 docenten afreizen naar Roemenië. Om daar straatkinderen te gaan begeleiden in een inloophuis. En dan gaan we over praten over dat bijzondere project. Daarvoor aan tafel Ruud Berends en Nika, student hier op school, leerling. Ruud, jij bent als docent een van de kartrekkers van het Roemenië-project. Ja. Kun jij vertellen wat dat project precies inhoudt? Ja, het daadwerkelijk project is dat wij in Roemenië in de zomervakantie, dat wil zeggen 1 week ervoor en 1 week erin, gaan wij met 8 leerlingen daar aan de gang met straatkinderen. Dus we gaan 1 week met ze op kamp om ze 1 week lang uit hun problemen te trekken. Dus we halen ze gewoon in samenwerking met een instantie daar en SOS Straatkinderen uit Dommelen hier. Halen we ze gewoon van de straat om ze 1 week lang in een soort kampeerboerderij ergens in de bergen in Roemenië 1 week lang bezig te houden. Mm-hmm. Andere deel is dat we in de tweede week bij die kinderen thuis gaan kijken. In, voor zover je dat thuis kan noemen. Hè. Dus je kan er eens bij voorstellen van stalletjes waar je hier de varkens in ziet zitten. Daar wonen die mensen. Ja, echt waar. Ja. Ja, en daar gaan we dan op bezoek. En we werken mee in het inloophuis waar de kinderen dagelijks aan hun eten en kleren kunnen komen. Mm-hmm. Hoe ben je zo gekomen om dit project te beginnen? Dus hoe ben je getriggerd om naar Roemenië te gaan bijvoorbeeld en niet een ander land? Ja, wij zijn heel lang geleden op school altijd bezig geweest met een Tanzania-project. Dat is op een gegeven moment gestopt omdat daar de veiligheid van leerlingen niet meer gewaarborgd kon worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een eerste vereiste. Daar is op zoek gegaan naar een nieuw project en met hulp van een oud collega en volgens mij de kerk in Dommelen destijds en zijn we terechtgekomen bij SOS Straatkinderen van Theo van Hoof, die dat directeur is in Dommelen. Mm-hmm. En zo zijn we bij Roemenië terechtgekomen en dat is pas het moment dat ik ben ingestapt, dus ik weet ook niet precies hoe dat voortraject daarin gegaan is. En toen is er gezocht naar docenten die mee wilden gaan als begeleider. En toen ben ik daar meteen ingestapt. Ja. Ik heb gezien dat jullie zeg maar in de buitenschoolse activiteiten heel veel dingen doen. Dan zag ik Japans. Maar ik mis daar. Ik mis het Roemeens ook. Ja, dus Roemeens zit ook, daarin. Want de taalbarrière is natuurlijk een complex iets. Dat is... wat ook voor de leerlingen volgens mij een probleem is, of is dat niet zo? Ja, jarenlang is dat nou niet echt een probleem geweest. Want de kinderen daar, die weten waarvoor wij komen. En dan kom je met handen en voeten heel ver. Zij weten wat we ze duidelijk willen maken. Maar sinds het afgelopen jaar hebben we die cursus Roemeens er ook bij. Roemeense taal en cultuur. Want dat zijn 2 dingen die in het begin allebei voor botsingen zorgden. Hm. En sinds we dat doen, merk ik dat de leerlingen eigenlijk vanaf het begin meteen aan de gang kunnen met die kinderen, wat voor een veel intensere beleving zorgt dan wat we in het verleden hebben kunnen doen. Nika, jij bent dit jaar een van de gelukkigen die naar Roemenië toe mag. Ja. 5 VWO zit jij in. Ja. Maar Roemenië, daar zou ik toch zeggen, nou, zo'n Europees land, daar komt toch helemaal geen armoede voor. Maar kennelijk wel dus. Ja, blijkbaar wel. Ik wist het zelf ook niet, maar als je het dan allemaal hoort, dan denk ik van nou, in Europa, ja, dat had je toch niet verwacht. En waarom wil je daar naartoe? Nou, ik denk dat het een ervaring is die de rest van je leven hierbij zal blijven. En ja, de kans om die te grijpen, ja, daar hoef je niet lang over na te denken. Nou, we hebben ook een ervaringsdeskundige in ons publiek zitten. Dat is Rick, die is vorig jaar geweest. En Rick, wat trof je daar aan in Roemenië eigenlijk? Ja, het was heftiger dan ik voorheen gedacht had. Ik dacht, natuurlijk een land waar het zelfs bij de Europese Unie hoort. Dus ik dacht dat er allemaal wel... wel meeviel met de armoede, maar wat we daar aantroffen, dat was echt super heftig. Echt, ook echt niet verwacht, zoiets. Maar hoe ziet dat dan eruit? Nou ja, die kinderen die leven met hun ouders vaak op een paar vierkante meter. Met slechte voorzieningen, slecht sanitair, dat soort dingen. Nu zijn er sinds een paar jaar is er een instantie in Constanza, dat is dat de plaats waar wij heen gaan. Die heeft hele grote gebouwen gemaakt waar... gezinnen van de straat, die zijn van de straat geplukt. Mm-hmm. En die kunnen nu in die gebouwen leven met een beperkte toegang tot elektriciteit en gas en zo. Maar dat heeft dus de situatie van een hele hoop gezinnen in Constanze wel verbeterd. Ja. Maar de rest van de kinderen waar we mee omgaan, ja, die leven gewoon, zoals Ruud het net al zei, in wat je varkensstalletjes noemt hier. Dus, maar ik kan me voorstellen, want jullie gaan in de zomer, dan is het daar ook mooi weer. Ja. Maar nu is het winter, dan leven die mensen in diezelfde huisjes, zeg maar. Ja, helaas. Wel, ja. Dat is dan natuurlijk een heel raar vergelijk. Want dan
dat is ijskoud. Dus dan hebben die mensen eigenlijk helemaal geen leven. Nee. En wat hebben jullie daar gedaan met die kinderen? Nou ja, zoals Ruud net al zei, zijn we de eerste week met ze op kamp geweest. Ja? Dat was natuurlijk gewoon een fantastische week te geven. Wat doe je dan? Spelletjes? Of, ja, bijvoorbeeld wandelingen maken we. We doen speurtochten. We organiseren spelletjes met wedstrijdjes en zo. Daar zijn ze altijd wel voor in. Een beetje competitie. Hè? En gewoon die kinderen gewoon een fantastische week geven. Daar leven ze ook heel het jaar naartoe. Dus ja, dat is wel echt is heel leuk. Heb je de indruk dat de overheid in Roemenië hier te weinig aan doet, aan dit jeugdprobleem? Ja, dat is een moeilijke vraag. Aangezien ik niet helemaal thuis ben in politiek en dat soort dingen. Maar ja, als je ziet wat er daar allemaal gebeurt, en aangezien zij toch ook al lid zijn van de EU, zou je inderdaad wel moeten zeggen dat er iets aan gedaan moet en ook kan worden. Want er zijn zoveel... Binnenkort zijn natuurlijk de Europese verkiezingen en ook volgens mij zijn er hier ook leerlingen die mogen kiezen daarvoor. Dus het zou een bewuste keuze kunnen zijn om op een programma te kiezen die veel voor jeugd doet. Mm-hmm. Dus partijen die veel voor de jeugd over hebben. Ja. Dat zou je al in je keuze mee kunnen nemen om hier indirect misschien wel al iets aan te kunnen doen. Ja, en Rick, jij zei net aan het begin van ik had het niet zo erg verwacht. Hè, dat je eigenlijk iets hebt gezien wat je niet van tevoren had verwacht. Heeft je dat nou ook nu, is ook wel een moeilijke vraag, maar heeft je dat ook als mens een beetje veranderd nu je gewoon weer terug in Nederland bent? Ben je dat wel anders gaan leven of zo? Of anders naar dingen gaan kijken? Ja, anders leven niet echt, maar het is wel zo. Het klinkt misschien heel afgezaagd, maar ik ben geen zeurpiet meer. Ja, dat was ik vroeger ook niet echt, maar nu al helemaal niet meer. Bijvoorbeeld als de pindakaas op zondagochtend op is, dan hoor je mij niet klagen. Bijvoorbeeld dat zijn kleine dingetjes. Ja, dan ga je dat juist heel erg waarderen als je ziet dat iemand anders precies. dat niet heeft. Hè? Ik denk gewoon, waar hebben wij het hier te goed eigenlijk, hè? Niks te klagen. Dus ja. Wat zou jij nou, want Nika die gaat dit jaar. Heb jij daar een tip voor de mensen die dit jaar gaan? Waar moeten ze op letten? Wat is belangrijk, denk je? Nou, gewoon volop van genieten. Ja. Ja, dan maak je me één keer mee. Ik zou willen dat ik nog een keer mee kon, maar... Het mag maar helaas. Één keer, hè? Ja, helaas. Oké, maar je volgt het wel, neem ik aan, wat ze doen. Oh ja, zeker. Ja. Heb je nou ook nog contact met die kinderen daar? Of is dat dan weg, als je daar weg bent? Ja, eigenlijk met het grootste gedeelte. Ja, die zie je gewoon nooit meer. Helaas spreek je ook nooit meer. Maar ik heb laatst nog, drie weken geleden of zo, kreeg ik een berichtje van Anna, heette ze. Op Facebook. Ik weet niet hoe ze daar komt. Maar toen kreeg ik een berichtje. Hey Rick. Maar ja, dan zeg ik. Hallo, hoe gaat het? Dan houdt het op. Dat gaat dan te ver. Ja, maar Roemeens is niet zo goed. En haar Engels is ook natuurlijk niet zo heel goed. Dus maar toch leuk dat het bijgebleven is dan. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, dan gaan we terug naar de tafel. Want Nika, je hebt het net al gehoord. Probeer er zoveel mogelijk van te genieten. Hè? Maar jullie doen eigenlijk de aanloop naar het dat je daadwerkelijk daarheen gaat, doen jullie ook al van alles, hè? Ja. Vertel eens. Ja, want we moeten €10.000 inzamelen om daar het kamp te kunnen hebben en daar zelf heen te kunnen gaan. En alle dingen die we daar willen organiseren, die kosten natuurlijk ook geld. En zijn we dus met die 8 leerlingen en die 2 begeleiders, dat doen we gewoon ontzettend ons best voor om zoveel mogelijk geld mee te nemen naar Roemenië om daar leuke dingen voor te doen. Dus daar zijn allemaal acties voor bedacht. Ja. Die financiën, hè, dit rekent mij een beetje, omdat ik ook wethouder financiën ben en valkenswaard natuurlijk. Maar hoe komen jullie nu aan die fondsen om daar dit programma goed uit te voeren en om die kinderen goed te helpen? Waar sponsor je? Wie krijgt het geld, wie sponsort, zeg maar? Heel veel verschillende dingen. We gaan gewoon, we hebben Tosti acties gehad, wat heel veel op heeft geleverd. Daar heeft de Albert Heijn voor gesponsord. Ja. En nog heel veel andere dingen. Dus we gaan gewoon bij verschillende dingen. Gewoon, we gaan niet op één heel groot bedrijf van we willen van jullie heel die €10.000. Want dat kunnen we niet maken. Dus je ontwikkelt eigenlijk leuke acties. Ja, voor verschillende dingen. Maar ook alle leerlingen van Weren die krijgen de kans. En daar gaan we ook hele leuke dingen voor organiseren. Dus. Oké, ik wens jullie heel veel succes dit jaar ook met de fondsen. Dankjewel. En we zullen op onze Facebookpagina ook even een linkje naar jullie zetten. Dat we we hebben ook een Facebookpagina. Dat mensen daar vooral naartoe kunnen gaan. Om steun te geven en te helpen. Heel veel succes, dankjewel. Dankjewel. Ja. En zo helpen we elkaar toch allemaal een beetje. En ook met dit mooie project, een van de mooie projecten die hier plaatsvindt. Hanneke is vandaag natuurlijk ook aanwezig. Zij heeft een interview, gaat ze nu hebben aan die kant van onze ruimte. En we gaan eens kijken wie zij daar treft.
Nou, Koen, bij mij staat rector Streng, de rector van deze scholengemeenschap. Welkom. Fijn dat we u een keer te zien krijgen. Ja. Ik heb begrepen, u bent vanuit Zeist gekomen. Wat trok u zo aan om naar Valkenswaard te gaan? Ja, dat is niet alleen mijn keuze geweest. Hè? Ik heb gesolliciteerd en toen ben ik benoemd. Maar als u niet gesolliciteerd had, was u niet benoemd. Nee, nee. Ja, ik had een cirkel getrokken. Ik wilde vanuit mijn rol die ik in Zeist had rector worden. En ja, dan kies je van waar wil ik wel en waar wil ik niet terechtkomen in Nederland. En Valkenswaard viel in die cirkel en hier ben ik dus ook benoemd. En zo kwam u op het Hertog Jan College terecht, want zo heette dat toen nog. Ja. Volgend jaar is dat 25 jaar geleden, dus dan krijgt het een zilveren randje. Dan heeft u goed nagegaan. Ja, ja. Gaat dat nog iets speciaals worden of gaat dat buiten u om? Eerlijk gezegd ben ik niet mee bezig. Nee. Nee. U hoopt dat dat om u heen georganiseerd wordt? Ja, of niet. Of niet. Of niet. Maakt u maar er zal best wel iets gebeuren, want ik hou er zelf niet van als mensen zeggen van... ik ga slordig met dat soort jubilea om. Je moet dat niet zomaar voor vanzelfsprekend nemen. Oké. Wat maakt Werenie zo bijzonder? Goed, heel veel. We zijn een hele goede school. We hebben goed personeel. We hebben een prachtige plek. En we zijn een school voor leerlingen waarvan ik hoop dat ze kunnen zeggen... het is een school die bruist. We doen veel met leerlingen naast de lessen. En we hebben vandaag een aantal van die voorbeelden gezien. Uh-huh. Maar er zijn er nog meer. Ik kan het Songfestival noemen, van alles wat we al jaren doen. De musical. We doen echt heel veel voor kinderen om meer te doen dan alleen de lessen. Activiteiten, ja. Maar het eerste punt is natuurlijk, we zijn gewoon een goede school. Ja. Nou hoor ik wel eens in het dorp, ik weet niet of u dat ook te horen komt, van Werenie die heeft een fantastisch slagingspercentage elk jaar weer opnieuw. Maar dan zeggen mensen, ja, maar de lat ligt daar ook wel heel erg hoog. Ja, ik vind dat de lat bij ook hoog mag liggen. Dan, hè? Nou, die lat die moet ook hoog liggen. Maar ons aannamebeleid is eigenlijk afgestemd op datzelfde wat ze in de regio doen. Maar wij houden ons ook aan de afspraken die er zijn. En ik ben niet altijd even blij met het gemak waarmee in de omliggende scholen soms daar onderdoor wordt gedoken. Want ze kiezen niet voor kinderen die ze dan onder die grens nemen, voor iedereen onder die grens. Hè. Dus ze gaan er zoeken en ze een beetje shoppen in die groep. En dat vind ik eigenlijk geen manier van doen. Maar voor de rest ligt onze lijn op dezelfde lijn als de scholen om ons heen. Wat is nou eigenlijk uw taak als rector? Want ik denk dat heel veel mensen dat niet helemaal duidelijk hebben. Nou ja, mijn rol is, ik ben verantwoordelijk voor het hele schoolbeleid. Dus voor alles. Ik doe gelukkig dat met heel veel andere mensen. Dus het gaat er niet om dat ik alles doe. Maar ik ben er wel verantwoordelijk voor. En op zich ben ik verantwoordelijk voor met name 270 mensen die hier werken. Uh-huh. Dus in feite... Dat die werkomstandigheden in orde zijn. Dat we de goede dingen doen op de school om voor de leerlingen het beste te kunnen doen. Wat voor hun leeftijd en doel waarom ze hier zijn van belang is. En vooral verder, er zijn zoveel talenten in de school. Er zijn zoveel mensen die van alles in huis hebben. Ik vind dat ik moet zien wat zij in huis hebben en dat naar voren halen. En we hebben heel veel talent... Ik hoef zelf niks te verzinnen. Ik hoef alleen maar te zeggen wat van de ideeën de goede ideeën zijn om op door te gaan. Okay. Dat is mijn voornaamste rol die ik mezelf opgelegd heb. Nou is mij opgevallen, ik ben hier natuurlijk ter voorbereiding van dit programma een aantal keren geweest. Heb hier gisteren bijna een dag rondgelopen en vandaag ben natuurlijk wat leerlingen tegengekomen. En wat mij opvalt is, niemand kent u. Ja, dat snap ik. Dan zeggen ze, wie was die meneer? Ik zeg, dat was jullie rector, meneer Stam. Oh, is daar onze rector? Ja, ik zie die man altijd wel lopen, maar... U bent eigenlijk dus kennelijk vooral voor de brugklassers niet zichtbaar. Nee, ik ben... Maar voor een bepaalde categorie leerlingen ben ik in beeld, maar voor de meeste niet. En dat is ook niet zo gek, want ik stuur niet hun onderwijs aan. Daar hebben we sectordirecties voor. En ik kom dus niet in beeld. Dat is overigens wel eens jammer. En ik heb het ook moeten leren om daarmee om te gaan. Hè, want in de Hertog-Jan-tijd was dat dus niet zo. Mm-hmm. Maar nu wel. En als ze mij goed zouden kennen, dan zouden de sectorleidingen het niet goed doen. Oké, ja, dat is een goeie. Kan me iets bij voorstellen. Okay. Ja. Goed, volgend jaar dus 25 jaar in Valkenswaard. Wat is u het meest bijgebleven van al die jaren? Och, dat is zoveel. Bijvoorbeeld? Ja. Ja, er zijn schoolse dingen. Ik vind de verhuizing een van de meest ingrijpende acties die we hebben meegemaakt. De fusie natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar als ik zie wat de verhuizing heeft opgeleverd, hè, we zien hier het terrein. We zitten hier met nu ruim 2300 kinderen op dit terrein.
Het proces daarnaartoe, dus na de fusie, het proces dus na de verhuizing toe, dat heeft ongelooflijk veel overleg en vergaderen en plannen maken opgeleverd. En als ik dan zie dat we nu op een plek zitten hier, waar iedere nieuwkomer nog steeds stom verbaasd is dat dit een school in Nederland is, die gewoon met het normale subsidiegeld betaald is en met niks meer, ook niet met andere fondsen, dan ben ik daar wel ontzettend trots op. En dat het gaat zoals het nu gaat. We hebben voordat de fusie er was al een keer de beste school als predicaat in Nederland gehad. En vorig jaar weer. En dan denk ik van, nou jongens, met z'n allen op één plek. Er wordt altijd heel veel gezegd over grote scholen en fusiescholen zijn onveilig voor kinderen. Gaat dat niet goed? Nou, dit is het tegendeel. Het is een ontzettend prettige plek om te werken. En dat is eigenlijk wat mij betreft het meest bijzondere. Nou, mooi. Hoe lang moet u eigenlijk nog? Nou, ik mag. Hoe lang mag u nog? Ik denk nog een jaar of drie. Nog een jaar of drie maar. Ja. Oh, dat is relatief kort. Ja. Wens ik u het allerbeste toe voor de komende jaren. En ja, fijn dat we u nu een keer dan zichtbaar hebben. Oké, fijn. Dank je wel. Ja, daarmee zit apparatief als er bijna op, Marcel. Ja, dat is heel jammer. Ja, dat is heel jammer, hè? Ja. Vond je ervan net als ons hier te gast te zijn ik vandaag? Ik vond het ontzettend leuk om dit te doen. En ik kan de woorden van meneer Streng, de rector, onderschrijven dat het een fantastische locatie is. We zijn ook als gemeentebestuur met mijn rol vanuit het gemeentebestuur erg trots dat we deze school in onze gemeente hebben. Als ik kijk naar de projecten zeg maar, die zij na school nog initiëren om deze school voor de kinderen en de leerlingen nog leuker te maken, dan doen zij het, vind ik ook, erg fantastisch. En je zou heel trots moeten zijn met z'n allen als burgers dat we dit soort onderwijs in ons midden hebben. Absoluut. Je hebt een leuk verhaal om mee te nemen terug naar het WMW. Jazeker. Ja. Ik heb een hele goede indruk gekregen ook van deze school. Die had ik al overigens. Maar ik vind dat de manier waarop de kinderen en de leerlingen hier op deze school omgaan, ook met dit item. En ik hoop ook dat hier iets uit voortvloeit, dat ze gezien hebben hoe tv maken, complex dat is. Misschien mensen triggert om ook die kant op te gaan, ook voor de Vos. Dat zou leuk zijn. Als jong talent zeg maar voor televisie maken, dat is ontzettend leuk. En ik ervaar het ook iedere keer weer, want het is de derde keer voor mij dat ik aan de tafel zit. Ontzettend leuk, zeker dit programma. Ik krijg hier een warm gevoel van op de manier zoals jullie dat doen. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Dankjewel voor je komst, Marcel. Ja. We zijn heel blij mee. Ja, en dan ga ik afkondigen. Aperitivos zitten weer op voor deze keer. De volgende keer weer een reguliere uitzending vanuit de Hofnar. En dan zullen we onze drie prinsen te gast hebben, want carnaval komt natuurlijk weer aan. Ik wil iedereen hartelijk danken, onze crew. De mensen hier vandaag naar Werli gekomen zijn. En ik wil in het bijzonder bedanken Jacques Vergerven namens Werli. Die heeft hartstikke veel voor ons gedaan hier. Dus graag een hartelijk applaus daarvoor. Want die heeft daar heel veel tijd in gestoken. Ik dank u hartelijk voor het kijken. Ik zie u graag de volgende keer weer terug. En dan gaan we afsluiten met onze schoolband. En dat zijn dezelfde personen, alleen een nieuwe zangeres. Dat is Merel. En ze gaan voor ons zingen het nummer Mami. Graag tot de volgende keer. When I feel scared, you are dear.
Hey there, little girl, wake up and see. And take your time to grow up, 'cause that is what you really need. And I cried so many times, but you pulled me through. And I know it sounds cliche, yeah, but I can't live without you. So